1800 huizen gebouwd, meer dan 1000 bomen geplant en 7,8 miljoen euro opgehaald voor Series Request. Een mooi, duurzaam en sociaal jaar voor Nijmegen, volgens Tobias van Elveren, wethouder Financiën. Uit de stadsrekening van 2023 blijkt dat Nijmegen het afgelopen jaar maar liefst 71,1 miljoen euro overhield. Nou, we hebben eigenlijk het afgelopen jaar gezien dat we 70 miljoen over hebben gehouden. En eigenlijk wil je als wethouder van Financiën liever geen geld overhouden. Ik ben niet een strenge penningmeester voor de stad. Ik wil veel liever dat het geld wordt uitgegeven. Maar we zagen dat er op sommige punten meevallers waren in de begroting. Maar er waren ook tegenvallers. Zeker de jeugdzorg, dat is de zorg die wij als gemeente verlenen voor jongeren met problemen. Die bleek fors duurder dan we hadden verwacht. Niet eens per se doordat er meer jongeren waren, maar doordat zorg steeds duurder wordt voor deze groep. De ruim 71 miljoen euro die de gemeente heeft overgehouden vorig jaar gaat terug de spaarpot in. De zogenaamde algemene spaarpot, hè? We noemen dat de algemene middelen van Nijmegen. Dus dat geld dat nemen we mee het volgende jaar in. En als er zich dit jaar risico's voordoen, dan kunnen we het daarmee opvangen of kunnen we andere plannen ontwikkelen. Maar even ter vergelijking, we hebben dus nu 70 miljoen die we daaraan toevoegen. Vorig jaar hebben we er 60 miljoen uit moeten halen. Dus het is ook wel nodig om dat soort reserves te hebben. Het college van burgemeester en wethouders kijkt positief terug op afgelopen jaar. We zijn heel blij dat we een stad hebben kunnen zijn waarin heel veel gebeurd is. Want daarvoor ben je als gemeentelijke overheid beter. Je wil dingen realiseren voor je stad. Dat er een meevaller op zit is ook fijn, maar dat is niet het belangrijkste. Ja, toch nog beter kijken naar hoe we het geld echt uit kunnen geven. Wat je merkt is dat door zaken als netcongestie, maar ook door de beschikbaarheid van mensen, we hebben een krappe arbeidsmarkt, kunnen we niet altijd alles doen wat we willen doen als gemeente. Dus daar moeten we echt goed naar kijken.